Wendy. Oh, de bonusletter nu voor jou, Michael. Ondaan. O-N-D-A-N. Ik kan het me een beetje voorstellen, maar het is niet nodig en het is ook niet goed. A-J-P? Nee, want dat moet ontdaan zijn. Dan gaat de beurt weer terug naar team 1. Brigitte. En Brigitte is een beetje ontdaan. Die komt er niet helemaal uit. Met een overleg als het nodig is. Er wordt gekraakt door Michael, wat is het? Nu. Notitie. N-O-T-I-T-I. Oeh. En dat past niet. Wat is dit zuur? Tendens. T-E-N-D-E-S. Sorry. Dat is weer niet genoeg. Wendy, kom op, pik jij de draad weer even op. Tuintje. T-U-I-N-T. Wat hebben jullie toch allemaal gegeten? Wat waait er voor een stroom hier door de studio heen? Dit klopt natuurlijk ook niet. Michael? Tijger, T-lange I-G-E-R-S. Tijgers, ja, gelukkig. Kun je daar nog een S achter plakken? Het is natuurlijk. Het staat al in beeld, jongens. Echt waar. Je kan het al zien. Ja. Tiraan, T-I-R-A-A-N. Oh, is dit mogelijk? En dat is niet goed, natuurlijk. Nee. We schuifelen een beetje heen en weer tussen 5 en 7 letter lingo. Maar 6 heel letter lingo, vriend. Dat spelen we. Kaken. K-A-K-K-E-N. Ja, we zullen het niet herhalen. Sleepje. S-L-E-E-P. Ja, dan is het? E. Nee. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Ik had een andere letter achter geplakt. Gezien. G-E-Z-I-N-E-N. En zo was het gespeld, ja. Fysiek. F-I-S-I-E-K. En dat is niet goed gespeld. Oh. Moet met Y. Tuinen. T-U-I-N-E-R. Tuinen. Jij zei een R, een tuiner. En dat is ook niet goed. Niet. En we beginnen met Laurens. 7 letter lingo. Curiosa. Ja? Kumshot. C-U-M-S-H-O-T. Wat zei je nou, Laurens? Kumshot, ja. Het stond in het woordenboek. Dus. Stond het in het woordenboek? Heb je het hele woordenboek uit? Ja, spel het nog even. Oh, C-U-M-S-H-O-T. Oké. En dan ga ik toch even naar JP, want ik weet niet wat dit is, JP. Nou, ik weet het wel, maar ik weet niet of ik dat om 7:03 kan vertellen in lingo. Want? Het is namelijk een term. Nee, wacht even. We moeten wel voorzichtig zijn. Er zijn altijd nog hele leuke kinderen die kijken naar lingo, hè? Precies. Laten we zo zeggen dat het een bepaald moment in een hoogtepunt van een scène uit een film is die je pas heel laat ziet. Laurens, daar heb je toch geen woordenboek voor nodig? Ja. 67. En een lingokans voor straks. Andries mag door. Een O. Alfabet. A, B, C, D, E, F, G. Zijn we al geraakt? Oh ja. Kom op. Dit is ja, niet jij begint goed. Ineens het alfabet te spellen, maar jij bedoelde iets heel anders uiteraard. Oogwenk. Bob. O, O, G, W, E, N, K. Een A, B, C, D, E. Okido. O-K-I-D-O. En dan kom jij ook nog eens een keertje met Okido. En dan... Nou, het is één grote paar... Een bonusletter. Een A. Laat. L-A-A-T-S-T. En laatst. Is goed. Ga er maar in. Dat zeg jij ook niet vaak tegen me. Nou Bob, ik weet niet waar jij allemaal aan denkt. Nummer 30. Begin de B-E-G-I-N-D-E. Begin de? Nee, dit ziet er een beetje gek uit. JP? Nee, hè? Niet ja, mooi. Ja, begin is een sterk werkwoord. Moet begonnen zijn. Het spijt me. Uitgaan. U-U-I-T-G-A-A-N.
Ja, en dat past dan niet. Dat is maar kort uitgaan. Farao. F-A-R-O. Ja, dat was hem al, hè? Ja, dat was hem al, ja. Dat was hem al. Ja, lukt het allemaal nog, Lars? Ja, redelijk, ja. Redelijk. Maar volgens mij ben jij Chris. Ja, je hebt gelijk. Oh. Circus. C-I-R-C-U-S. Circa. C-I-R-C. Ja, dat is weer een letter te weinig. Ja. Wat ben je toch allemaal aan het klooien, Lars? 1 miljoen mensen kijken mee. Verdomd, 1 miljoen mensen. Ja, ja, daar kun je best wel eens een filmpje over maken. Ja. Goed. Nou, we zaten bij mij thuis te kijken. Zoals wel vaker met mijn moeder daar. Het lijkt ons heel leuk. Ik vind het echt een leuk spel. Nou, we dachten van, waarom geven we ons niet op? Nou, Nick, dan mag jij aan beginnen. Vondst. V-O-N-D-S. Wacht even, nee, dit klopt niet. Nee, JP, daar kunnen we niks van maken volgens mij. Daar kunnen we niks van maken. Fonds is met een F. Ja. En Fonds, nee, helaas. Nee. Stefan. Nee, duurt te lang. En waarom doe je dan mee? Gewoon om een keer op televisie te komen, om JP te zien of om de poen? Ik vind het wel erg leuk. Alle drie een beetje. Bonusletter. Acties. A-C-T-I-E-S. Een beetje actie in de tent, zou dat het zijn? Oeh, maar dan is het. Nick? Kom op. Actiek. A-C-T-I-E-K. Nou, dat je actief. Dit nog uit je stoot krijgt. Actiek. Wat is dat dan, actiek? Geen idee. Waarom zeg je het dan? Goed, we gaan gauw naar de dames. Want het is natuurlijk... Actief. A-C-T-I-E-F. Nick. Actief. Hoever. H-O-E-V-E-R. R? R. Hoever. Een hoever. Nick, wat is het eigenlijk, een hoever? Ook geen idee. Ja, Nick die... Ik probeer wat. ...heeft een hele bijzondere taal, JP. Rukken. R-U-K-K-E-N. Wel ja. Heilig. H-E-I-L-I-G. Ik ben... Oh. Ja. Vraagteken. Welke mag er verdwijnen? Goed kijken. 60. Oh, Stefan, wat fijn dat je af en toe Nick een beetje herstelt. Dit woord betekent zo, schelm. Maar Stefan, schobbejak? Schobbejak, wat goed. Blaadjes. B-L-A-D-J-E-S. Bladjes. JP, als hij nou blaadjes had gespeld, dan was dan het was het goed geweest, ja. Want dan was de S ervan afgevallen en had je gewoon lekker de beurt bij je kunnen houden. Snel. Je krijgt een bonusletter. Het is natuurlijk... Flesje. Ik doe flessen. Nou. Ja, spel het maar. F-L-E-S-S-E-N. En wat ik dus helemaal niet begrijp, is dat er ook niet gekraakt wordt door de dames. Fles. Was het op tijd? Vleesje. F-L-E-E-S-J-E. Ach nee. Ach nee. Oh. JP, ja. We stoppen ermee. Ja. Dames en heren, we houden ermee op met het programma. Wat vond je ervan, Nick? Ja, toch wel lastiger dan... Ja, hè? Wat is het meest lastige nou aan deelname link of voor mensen die nog moeten komen? Ik denk uiteindelijk dat je... Thuis heb je zeg maar allemaal verschillende woorden, maar hier wil je toch eigenlijk spelen op de woorden die je ziet. Zeg maar de letters die je al gekregen hebt bij het begin. Dus zeg maar iemand zegt eerst en de eerste twee zijn E, dan wil je doorspelen op die E's. Ja, nee. Dus ja, heb jij hem, JP? Ik snap er niks van. Oh. Yes. Nick en Stefan! Yeah! Neuken. N-E-U-K-E-N. Dave, wij zouden ook een goede relatie hebben. wat ik mij heel vaak over verbaasd. Negers, N-E-G-E-N-S. Oh ja, kijk, nou gaan we die kant op. Ja, dan vindt hij vast niet zo leuk dat ik dat vertel. Kwijt. Ja, dan ben je het kwijt. Ja. Dan weet hij niet meer. Dat snap ik. Dan... Hawaka en welkom bij een boemblauwe aflevering van Stratalingo. Intimeen, Willy en Big Two. Dus geen softe scheid, maar oer-Hollandse flavors van rappers die opposites. In team 2, Ruben van het doopste DJ-team van Nederland, The Party Squad. Vandaag featuring Gio, bekend van Dat Is Die Shit. Voor alle lingomatties, die Sparatanga Lucille. Hawaka,
JP. Rustig. Ja, dat zal ook wel weer een betekenis hebben. We gaan meteen beginnen met de Big Two en met Willy van The Opposites. Het is een D. Jonko. D-J-O-N-K-O. Jonko, en dat betekent? Dat is een joint. Een joint. Ja. Oké, okay. Ik heb hem. Willy. Doekoe. D-O-E-K-O-E. En die ken ik als geld. Geld. Kom op. Oh ja. Nee, ik kan nog niet. Jawel. Jawel, roep dan maar. Dagoe. Dat kan toch niet? Het is een hond. D-A-G-G-O-E. Waarom wordt er nou zo gelachen? Ja, dit speel je niet met twee grijs. Hey, Dampoe. Ja. Dampoe spellen? Dat is een scheet. Is dat een scheet? Ja. D-A-M-P-O-E. Kijk, dat kunnen ze wel. Dampoe, ja! Dat is even goed gedaan. Gio en Ruben, jullie zijn aan de beurt. Dit is de beginletter, een S. Spacen. S-P-A-C-E-N. Spacen. Wat is dat dan? Spacen is uit je dak gaan. Uit je dak gaan. Stoned zijn met een jointje of zo. En de volgende? Ja, ja. Shuba. S-H-O-E-B-A. Nou, het is me helemaal duidelijk. Shuba. Schoen. Oh. Spliff. S-P-L-I-F-F. Skaffa. S-K-A-F-F-A. Skaffa? Ja. Stone. Yes. Stone. Joint. Oké. Okay. Okay. Hey. Denk aan die vijfde beurt, want anders gaat de beurt voorbij. Matten erin. Weet jullie het niet? Kijken of Big Two en Willy het weten. Jessica, zeg je nog extra letter? Nou, Big Two weet het in ieder geval. Krijgen we geen extra letter? Nee, ja, dat nee, krijg nee. Je nu. Kijk, hier komt. Nee! Ja, ja, ja. Smatje. Smatje! S-M-A-T-J-E. Smatje. Oele! What's up? Nee. Nee, ja, maar jullie hebben nog steeds niet uitgelegd wat nou is een smartje. Is een jij schatje? Bent een smartje. Ben ik een smartje? Jij bent een smartje. Oh, JP, ik ben een smartje. Dope shit. Oké. Okay. Dit was Straattaal Lingo. Ik ga de straat weer op. Ciao min.